Regering focust op gunstiger beleid migratie en personenverkeer. Het beleid van regering Boutersen-Adil zal zich in het dienstjaar 2019 ook richten op een gunstiger klimaat wanneer het aankomt op migratie en personenverkeer. Ten aanzien van migratie en personenverkeer richt het ministerie zich op een effectievere, klantvriendelijkere en kostenbesparende consulaire bijstand aan. Deze informatie bracht minister Ildis Polak-Biegli van Buitenlandse Zaken op 14 mei naar voren tijdens de behandeling van de staatsbegroting in de Nationale Assemblée. Zij ging tijdens haar spreekbeurt in op de verbetering van de dienstverlening voor Surinaamse onderdanen en bedrijven in het buitenland, als ook de verdere regulering van het personenverkeer in het kader van de nationale ontwikkeling, waaronder toerisme. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.